altijd het beste uit jezelf halen. Het ging allemaal wel volgens plan bij ons, dus. Hopen we er in 2012 te staan. Zo door te gaan eigenlijk. Ja, we gaan er wat moois van maken. Het was wel een pittig dagje, moet ik zeggen. Every race is different. Met als einddoel de Olympische Spelen van 2012 op 2016. Succes met de volgende race. Het proces, het allerbelangrijkste. Samenwerking, slim op de baan, slim met de wind. En zij moeten uiteindelijk, moeten wij kunnen zien, in overleg met coach, dat het potentieel heeft voor top 3. Top 3 op de wereld. Een groot arsenaal van goede coaches. Nou, de klas die hebben allemaal begeleiding van de coach. We're still learning the ropes of it and trying to get the most out of it. At this stage we're looking at their reaction and timing to the wind. We zijn snelheid aan het vergelijken. Ja, dan weet je, als je gestart waren, we bij de bovenhoek stil blijven liggen. Well, we work very hard on our handling. Vanmiddag gaan we het klussen verslagen. Het doel blijft natuurlijk altijd het beste uit jezelf halen. En dus ga je dan absoluut voor een medaille. Veel progressie in zitten, simpelweg omdat we 3 jaar te gaan hebben voor de spelen, waar we uiteindelijk willen scoren. En we liggen op de finish, drama al om. Daar valt iemand uit de boot. Nou, dit is echt wel vrij bijzonder. Wat een fantastisch begin van een Olympische campagne in Londen 2012. Achter ons af, achter die oranje boei, komt Marek Bouwmeester aan. Vijfde race bij de bovenboei in de RSX-klasse, daar komen ze aan. Prachtig gezicht hier, alle windsurfers in plané rond de bovenboei. De eerste kan ik niet zo goed zien. Op de tweede positie ligt Van Rijsselbergen. Daar vlak achter. Het laatste stukje naar de finish in de medal race. Marek Bouwmeester vaart hier een fantastische race. Doet alles wat ze moet doen. Over de finish. Wereldkampioen in de 470-klasse. Berghout en Westhoff. Goeie positie. Hopelijk op weg naar de onderboei weten zij nog een paar plaatjes te winnen. Hulde voor Rijsselbergen. Waanzinnig goed resultaat. Hier moet hij heel erg blij mee zijn. Dit is goed voor de Nederlandse zeilsport.